gaat niet de hele wedstrijd daar staan, man. Ik word moe van die man als ik die daar zie staan. Hij doet niks. Rob Jacobs, we zitten ongeveer een week voor het Europees kampioenschap. Leeft het al bij jou? Kriebelt het al, TK? Ja, het komt eraan. Het kriebelt niet. Na Schotland kriebelde er nog niks. Maar het zit aan te komen, ja. We hebben een zondag een afscheidswedstrijdje. En dan gaat het de week erop beginnen, de 13e. En ik zie daar met heel veel belangstelling naartoe. Daar kijk ik naartoe. Omdat ik weet dat het Nederlands elftal een geweldige basis heeft. En ik hoop dat meneer De Boer dat ook begrijpt en wat ik nu ga zeggen. Dat is De Vrij. Dat is De Ligt. Frenkie de Jong. Dat is Wijnaldum. En dat is Depay. Dat zijn vijf Europese topspelers. En daaromheen aan de zijkanten moet hij mensen invullen. En dan moet hij de mensen invullen die in vorm zijn. En dan gaan we naar Schotland, moeten we afscheid nemen al van een aantal spelers. Die tegen Schotland met 7 basisspelers vanwege corona er niet bij. Dan moeten we afscheid nemen met Dumfries. Die kan aan die rechterkant, is geweldig snel. Maar aan het eind van de snelheid komt er ook met een balletje nog iets van pas. En dat is er niet. Niet doen, niet met Dumfries. Maar welke alternatieven heb je dan? Want Karsdorp heeft bijvoorbeeld niet mee, Hateboer niet mee. Die juist in zo'n 5-3-2 systeem zouden kunnen renderen. Juist, dan wel. Want, en dan maak je ook de onderlinge strijd, maak je dan. Maar dat is er niet, dat kent hij niet. En dan komt hij met Timber, een jongen die 2 maanden geleden in de keukenkampioen speelde. Geweldig! Dan zeg ik, want ik kijk naar de vorm van een speler. En dan zeg ik, laat die Timber in godsnaam staan. Niet in het centrum, rechte vleugel verdedigen. De Vrij en De Ligt naast hem. Met aan de linkerkant kan je kiezen van Aanholt, die ik persoonlijk goed vindt, of Wijndal van AZ. We hebben hier middenveld, altijd Frenkie de Jong rechts, Wijnaldum links, en dan kies je voor een puntspeler die naast de paai kan komen, of er overheen, want de paai komt graag in de bal. En dan heb je aan de zijkant, Berghuis is voor mij een vaste keus. En aan de linkerkant, ga met Gakpo, Gakpo spelen. Een geweldige speler die je misschien wel à la Timber ook doet. En gaat voetbal. Ik zie zo weinig voetbal. En de mensen van het Nederlands elftal moeten het juist van dat voetbal hebben. En ik zie dat niet tegen Schotland. Schotland, wat hebben we nou alsjeblieft? De winnende het elftal van Rijnmond wint van Schotland. Ja. En dus ook zo snel mogelijk afscheid nemen van het 5-3-2 systeem. 4-3-3 gewoon. Natuurlijk. Waarvan neemt hij dan al? Dan moet je Berghuis ook thuis laten. En dan moet je Malen thuis laten. En waarom? Waarom moet hij 5-3-2 gaan spelen? Als je het haar nooit op geoefend hebt. En hij zegt het zelf, ja, we hebben weinig tijd. Ga dan niet iets nieuws proberen. Dat had je 3 maanden geleden moeten doen. Maar niet nu. Je moet nu spelers klaarmaken. En geef ze kansen, die Timber pakt, noem er nou één. Geef ze kansen om te laten zien dat ze in dat elftal horen. Er zit niks achter die man. Hij staat de hele wedstrijd langs de lijn. Wat staat hij daar te doen? Dat zie ik Van Gaal nooit doen. Hij vindt Van Gaal geweldig. Vind ik ook. Maar Van Gaal gaat zitten. En Van Gaal praat links en rechts met zijn collega's. En Van Gaal gaat naar de lijn als hij vindt dat dat moet. Gaat niet de hele wedstrijd daar staan, man. Ik word moe van die man als ik die daar ziet staan. Hij doet niks. Ja, sowieso is zijn presentatie nou niet echt gelukkig geweest, hè, de laatste weken. Hoe heb je dat ervaren? Met verkeerde namen, met een verkeerd kolommetje. Bij Donny van der Beek qua speelminuten, ja, hoe die met Cillis is omgegaan, hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat vind ik een blamage van een bondscoach. Dat blameert gewoon. Als hij zegt dat de man uit Rusland, dat hij daar zo goed gespeeld heeft. Hij heeft hem niet 1 keer zelf gezien. Misschien is een andere keer wezen kijken, maar daar hoef je toch niet naar te kijken, naar Promes. Ja, maar hij heeft het over Quincy Menig. Ja, dat is niet te geloven. En ja, dan heb je het over een verkeerde naam. Met andere woorden, hij wil zo graag praten, maar hij gooit alles door elkaar. Ik begrijp daar niks van, want er zitten op de bank zitten een paar mensen die wel de Rus zelf zijn. Die helemaal geen verantwoording hebben. Hij is eindverantwoordelijk en dat weet hij ook. Want hij hoeft zich geen zorgen te maken, Frank de Boer. Maar Frank de Boer die moet zorgen dat hij het Nederlandse publiek, de supporters van Oranje, die moet hij achter zich krijgen.
En dan is hij de enige die dat kan. Door de juiste keuzes te maken, meneer bondscoach. Maar als ik jou zo hoor, heb je er dan wel vertrouwen in dat we ver gaan komen tijdens dit EK? Ja, dan moeten al die dingetjes waar we nu allemaal over praten, moet gewoon overboord gezet worden. Want je had Frenkie de Jong en Wijnaldum nooit tegen Schotland moeten laten spelen. Je had er gewoon niet mee moeten doen. Want dat zijn basisspelers die toch wel weten dat ze de 13e er moeten staan. Die komen vanuit een Europese topcompetitie. De paai is levensgevaarlijk om die te laten spelen. Die heb je nodig. Eraf laten. Laat al die spelers die weinig minuten hebben gehad. Hè? Want hij houdt er toch niet bij, die minuten. Hij gooit het door elkaar. Maar die dan... Van de Beek had een hele wedstrijd moeten spelen. Blind, met onze ervaring, had gewoon een hele wedstrijd moeten spelen. Dan kijk je tegen Schotland of die overeind blijft, fysiek gezien. En dat zijn de keuzes. Maar het feit dat er nog wel in het spelsysteem dingen ingeslepen moeten worden, moet je dan toch niet al met een vaste kern gaan spelen waarmee je de openingswedstrijd tegen de Oekraïne wilt gaan acteren? Ja. Nogmaals, hij gaat dadelijk een hoop spelers ook laat hij zwaaien naar het publiek in Enschede. Maar het gaat erom dat de 13e dat elftal er staat. En dat elftal, die as, daar moet hij ongelooflijk. Hij kan geen andere nemen als die mensen. De Roon moet je een streep doorzetten. Met alle kwaliteiten die hij heeft. Atalanta, fantastisch doet hij het. Maar niet in het Nederlands elftal. Dat kan niet. Dat zijn spelers die niet nodig zijn in het Nederlands elftal. En dan kan je met die spelers, ja, die gaan elkaar gauw vinden hoor. En dan moet je een keuze maken tussen Klaassen en Donny van der Beek. En Donny van der Beek die heeft heel veel minuten niet gespeeld. Dat weet ik dan wel. Ik weet niet precies hoeveel. Maar die kan je dan zeggen, joh, ga jij nou zo'n aanstaande zondagavond een hele wedstrijd spelen. In de spits, wie moet de spits worden van het Nederlands elftal? De Pai, we hebben geen andere. Dus Weghorst is het niet. En de Jong ook? De Jong is het ook niet. En als je dan het eind van de rit een achterstand in moet halen, dan moet je de Jong en Weghorst naast elkaar zetten. En dan moet je de Paai erachter laten spelen. Maar dan krijgt Weghorst de kans in een systeem waarbij eigenlijk, je zou verwachten, als je dan met buitenspelers zou spelen, rendeert hij misschien wel. Nu in een tweespitsen systeem om de Paai, ja, had je hem net zo thuis kunnen laten. Zodra Dumfries speelt, daar komt nooit een fatsoenlijke voorzet van. Die heeft één steekbal binnendoor gekregen van die Weghorst. Dan loopt hij op de kool af met in de volle snelheid. En dan komt die bal. En dan struikelt hij bijna over die bal. Ja, dat is geen international. Die kan dat niveau niet aan. En die moet gewoon, daar moet je afscheid van meten. Op die plek moet Timber spelen. Timber, de grote ontdekking van hem. Ja, zo zijn ze allemaal gekomen van Ajax. Hij heeft een heleboel met Ajax. Alleen met die keeper heeft hij het verkeerd gedaan natuurlijk. Wie wordt de eerste keeper? Ja, ik denk dat Stekelenburg. Dat is 1-1 is 2. Geen Krul? Nee, Krul niet. Ik heb ook geen vertrouwen in. Ik heb geen vertrouwen in Krul. Stekelenburg, oké. En dan zal hij misschien verdedigend wel eens op Veldman terug moeten komen. Als je Veldman hebt en Blind. Die hebben allemaal met elkaar gespeeld. Je moet een herkenning hebben in een elftal. Mensen die denken, hé, de Paai zegt niet voor niks. Ja, Weghorst. Dat is voor het eerst dat ik met hem speelde. Joh, dat kan toch niet, man? Met andere woorden, ik zeg het even trainen in een hele leuke vorm. Het is voor het eerst dat hij met hem speelde. Nou, het is ook voor het laatst, want hij komt er niet aan. Pinzitter, meer niet. Dus de aanstelling van Frank de Boer als opvolger van Koeman, zeker na zijn mislukte buitenlandse avonturen, daar heb jij toch je vraagtekens bij? Ja, ik heb daar hele grote vraagtekens bij. Ik heb niks met Frank de Boer, helemaal niet, prima. Maar hij is enorm afgevallen ook. Maar hij moet laten zien dat hij een coach is die een stempel drukt in dat elftal zoals Van Gaal dat zo goed kon. En Koeman als de allerbeste kon. Dat kan hij niet. Ga dan zitten! De Boer, bemoei je er dan even niet mee. Dat is het hele verhaal. Die spelers, die vijf die ik opnoem, die regelen het. Die moet je toch een beetje hebben. En de rest moet hard knokken voor een plekje. En schei uit met vijf verdedigers. Hou op. Gaan we wel de pool makkelijk doorkomen met Oekraïne, met Noord-Macedonië, met Oostenrijk? Nee, die gaan we niet makkelijk doorkomen. Ik hoop dat we met heel veel pijn en moeite wel doorkomen. En dat zou eigenlijk moeten kijken naar welke plekken ze staan. Dat moet gebeuren. En in de arena, alle drie? En alle drie daar, ja. Afschuwelijk stadion. Maar goed,
daar hebben we al zo dikwijls over gehad. Het gaat om het Nederlands elftal. Wat nog lange na niet laat zien, dat zijn de mensen die het voor ons kunnen en moeten gaan doen. En het is eigenlijk simpel. Hij moet gewoon vasthouden aan de dingen die er al waren. Hij is behoorlijk geëindigd. Ga dan met dat einde weer. Maak dat breiwerk af. En ga dan gewoon verder. Ga niet met 5 verdedigers komen. Want ze lopen elkaar. De Roon weet niet waar die moet lopen. En waar die moet lopen, dan is die er niet. Toch, ter verdediging van Frank de Boer. En je hebt het ook over Van Gaal. In 2014, de laatste keer dat we bij een groot toernooi waren. WK. Heel realistisch gespeeld, eigenlijk in zo'n soortgelijk systeem. En we haalden de halve finale, we als Nederland zijnde. Begrijp je misschien dat hij ook denkt, misschien met dit spelersmateriaal moeten we ook wel tegen Frankrijk, Italië, Spanje, landen die misschien kwalitatief net wat beter zijn, moeten we misschien zo acteren? Ja, maar hij weet toch ook dat die 5 basisspelers die we sowieso hebben, dat is het blok, dat is de kern van het team, dat het gaat doen voor hem. Daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben, want dat zijn de topspelers, stuk voor stuk. En dan is degene die naast aan de zijkanten voorin erbij komen en aan de zijkanten achterin als rechtervleugel Timber, dan is dat elftal klaar. En dan kan je, als er dan één niet goed speelt, niet in zijn weet ik wat heeft, haal hem eraf en zet dan een ander neer. Die gewend is om op die plek te spelen. Die de licht zegt, en dat vind ik schandalig. Ja, ik sta in een 3-mansverdediging aan de zijkant. Dat is zijn schuld. Mm. Hij moet in het centrum staan met de Vrij. Want hij komt nu op een plek te staan waar Van Dijk speelde. Want anders speelt Van Dijk daar. En hij ook nog een keer naast Van Dijk. En dan had je de Vrij gehad. Deze 3. Dat is fantastisch geweest. Maar die is er niet. Dan moet de licht het opnemen. Die moet zeggen, ik ben net zo goed als de Vrij. Of als Van Dijk. En Stefan de Vrij is een openbaring. Als je beste voorstopper bent van Italië, dan is dat nogal wat, hè? Dus dat die kern die is daar, die gaat dat doen. Die gaat het ook voor hem doen. Maar hij moet gewoon met die kern vooral goed veel gaan spreken. Met die kern bij elkaar halen. Die 5, die moet hij steeds. De beelden die jullie dan uitzenden, hè, laat die 5 bij die coach gaan zitten. Het hoeft toch niet een geheim te zijn, man. Je doet het toch met elkaar. Soms vallen puzzelstukjes in elkaar. Want in 88, de voorbereiding, Nederland verloor vlak voor het toernooi. Ja. Tegen Griekenland, tegen nog een paar landen. Het ging helemaal niet goed. Ja. En uiteindelijk vielen de puzzelstukjes met Van Basten, die uiteindelijk in het elftal kwam. Na een eerste wedstrijd die verloren werd. Ja. Kan dat ook gebeuren, dat de puzzelstukjes alsnog goed in elkaar vallen? Ja, het zijn voetbalpuzzelstukjes. Voetbal met een hoofdletter V. Als we kunnen voetballen, als we aan het voetballen kunnen komen. Als we de balbezit hebben en we kunnen hem dan ook behouden. En niet zo snel inleveren, dat we hem gewoon daar zinnige dingen mee doen. En zo snel mogelijk vooruit voetballen. Jong Oranje, ik zie Bijlo een bal hebben, nog 30 seconden. Hij geeft hem zo aan Steens. Er komt van Steens een pas. Kluivert komt dan, leg hem terug. En het is klaar. In tijd van nog geen 30 seconden komt hij vanaf de keeper voor de goal. Dat zie ik bij de Nederlanders zelf dan niet. Maar dit is wel het voetbal. Gisteren worden zo die Duitsers helemaal kapot gespeeld de eerste 10 minuten. Dus zo hoor je te voetballen. Maar nogmaals, die voetballen. Je moet het begint met voetballen. En dan van achteruit zo snel mogelijk zorgen dat de niet de lichte bal heeft. Frenkie de Jong moet hem hebben. En dan Wijnaldum. Maar dan weer snel naar Frenkie de Jong. Frenkie de Jong moet aan de bal komen. En een ander niet. En in de eindfase de Pai. En die verliest hem ook wel eens. Maar de Pai kan hem ook maken. Tot slot, wie wordt de Europees kampioen? Europees kampioen, dat gaat tussen Italië. En daar zit dan ook weer. Ja, laten die Nederlanders er maar bij zitten dan. Ik hoor geen Frankrijk. Dat lijkt toch bij de meesten wel de topfavoriet. Zie je dat niet zo? Nee, dan ga ik toch eerder naar Spanje. Maar die coach daar, die gooit ook de hele boel door elkaar heen. Dus dat geloof ik niet. Italië is voor mij een vastigheid. Nou, natuurlijk hoor die Engelsen kunnen die kunnen wat doen. Duitsers? Duitsers altijd. Die zijn pas uitgespeeld als het afgelopen is, het toernooi. Maar laten we hopen dat we erbij zijn. Laten we tot de halve finale lekker zorgen dat we daarbij zijn. En heb je dan je oranje shirtje aan? Of, Ja, heb ik een oranje leeuw. Niet op mijn rug, maar die heb ik. Ik zal je de foto toesturen. Dan heb ik een Duitse helm op. Met erop Jetzt geht los.
En zo hoort het te gaan met het Nederlands elftal.